Hey, hallo, Corine hier. Ik kreeg weer een ingeving om iets te gaan maken en ik dacht, ja, laat ik dat maar gaan filmen. Er zijn een paar dingetjes bij die ik uit wil leggen en dat gaat gewoon wat makkelijker als je het ziet. Ik heb een tijdje terug een tip gekregen van iemand om de texture plate stempel van Art by Marlene op mica te stempelen. Want ik kreeg natuurlijk commentaar op de stempel dat ik hem niet goed stempelde. De tekst stond verkeerd om. Dan ben ik aan het zoeken naar die tekststempel. Ik dacht dat ik alles had gereed gelegd. En dan ben ik hem natuurlijk weer even kwijt. Is ook niet zo moeilijk hoor om hier iets kwijt te raken. Want er ligt ook zo giga veel. Het gaat in ieder geval om deze stempel. En je ziet, zoals die hier gestempeld is, staat die netjes met de lijntjes die kant. Ik vind het helemaal niet erg. Je kan hem gebruiken zoals je zelf wil, vind ik. Maar er kwam commentaar op. Wat eigenlijk de bedoeling is als je een jellyplate hebt en je stempelt dan deze zo natuurlijk met naar beneden op je jellyplate en je stempelt hem, je drukt hem dan af op je papier. Dan staat je tekst staat goed. Ik die tip van die mevrouw even in mijn gedachten gehouden. Ik dacht, oh ja, gisteren. Laat ik dat eens even proberen. Nou, hier hebben we Mika. En in principe, als je hem dus stempelt. Ik zal even een ander achtergrondje er tegen. Gewoon stempelt. Dan staan dus alle strepen die kant op. En ik heb hem dus met Mika erop gelegd. En je draait je Mika om. En je tekst staat goed. Super tip, mevrouw. Dankjewel. Dus dat heb ik gedaan. Maar wat ga ik dus nu verder doen? Mijn gedachte was met deze mal weer. Die vind ik toch wel echt bijzonder leuk. En we gaan de middelste ervan tussen halen. En we gaan een soort van frame kweken. Of creëren bedoel ik, sorry. En waarom? Omdat ik natuurlijk mijn tekst, mijn mica tekstje ertussen wil doen. Nou, dat frame, dat ga ik dus uit geel snijden. Dus het is wel even herrie, maar anders is het niet zo heel erg duidelijk. Nu is het wat duidelijker waarschijnlijk. Deze heb ik al gesneden. Nou, deze kan gewoon al gelijk op het op de zwarte geplakt. Hoort hem eens klappen geven. Volgens mij stil maar. Volgens mij is mijn plaat een eind versleten. Want hij geeft zulke vreselijke klappen. Nou, alles wat ik natuurlijk weer gebruik is van Studio Light. Maar dat weten jullie onderhand wel. Deze komt daarop. Dit is eigenlijk de binnenkant van de kaart. Het is zo leuk als je iets in je hoofd hebt. En ik hoop dat het gewoon ook weer lukt. Zo. Maar dat is natuurlijk altijd even afwachten. Dit is net een puzzelstuk, hè, deze. Zo. Nou, eens even kijken of mijn frame is gelukt. Hier heb ik mijn frame. Die komt hier dus naar de voorkant. Nou weet ik dus alleen niet. Kijk, nou hou ik deze over. Dat is niet erg, dat is voor de volgende ronde. Nou ben ik benieuwd of het stevig genoeg is. Maar dat gaan we zien. Nu heb ik de middelste nodig. En daar snij ik dus mijn tekstgedeelte uit. Even een beetje verdelen, want ik heb hem iets korter gestempeld. Als dat hij dus hier in beeld valt.
En wat ik dus ook nog moet doen, omdat ik hem dus zo dusdanig wel, ik wil hem wel kunnen besturen. Ik maak een raar geluidje, hè? Het is de Mika. Nou, ik hoop dat het laatste was gaan snijden. Kijk, hier hebben we de puzzel eruit. Dat is over, dat kan weg. En dan gaan we eens even kijken of dat het dus lukt wat ik in gedachten heb. Want ik wil dat deze dus hier overheen valt. Alleen nou is natuurlijk wel de kracht uit mijn kaart. Daar heb ik wat op verzonnen, maar ik weet alleen niet of dat werkt. Wat ik eerst ga doen, is eigenlijk hier in de midden zorgen dat ik mijn kaart kan knikken. Waarom knikken? Nou, moet ik even opmeten. Dit is 3, ietsje meer dan 3. Als ik hem dus eens op... Hier zit de naad. Dan is hij 2,8, dus dan wordt hij op 1,4. Dan ga ik hem rillen. Nou, ik doe het even aardig wat keer heen en weer. Want ik ben bang dat hij niet goed er doorheen komt. Deze is ook op 1,4. Altijd even goed nadenken dat je het goede rolletje pakt, hè. De zwarte is om te rillen. Je zal toch in je enthousiasme bijna met je project klaar zijn. En je pak in plaats van de zwarte de paarse. Ik heb het alles gehad hoor. En daar word je echt niet vrolijk van. Even kijken. Ga ik hem op deze manier even een zetje omhoog geven. Die komt ook omhoog. Deze moet sowieso zo dubbel, helemaal. Want dat is de basis. En dan gaat het er hier om. Moet ik even denken. Want ik wil hem dadelijk dus dat hij... dat kan ik pas zien als hij er ook weer op zit. Ik wil hem knikken. Ik wil een knik in de midden. Ik hoop dat het niet al te veel springt alles, want ik zit echt nu, normaal gesproken doe ik altijd mijn rollijkjes dicht om te filmen, maar het is dan weer zonnig dan bewolkt, dus ik dacht ach, dat kan eigenlijk wel. Een stukje verder ook nog, ik had weer beter eerst deze kunnen doen. Dan kom je natuurlijk niet onder, hè? Onder het prikpennetje. Ik ben nou ook echt iets aan doen wat ik dus nog nooit gedaan heb. Dus het is even spannend of dat lukt. Of ik het goed doe. En dit moet natuurlijk... hij moet zo. Dan moet ik het omvouwen, jongens. Hij moet zo. En dan komt hij hierboven over. Wat is de mooiere kant? Nee, die heeft de mooiere kant. Dus hij komt zo. En dan wil ik hem als het ware, zodat hij toch in een envelopje kan op een of andere manier, dat hij knikt. Zo moeilijk zijn hoor. Maar ja, je moet het maar even door hebben. En ik wil hem zo. Zo. Yes. Dat moet hem worden. Nou, wat ga ik nu doen? Dan ga ik eerst even kijken of ik mijn Mika vast krijg. En
Dat ga ik maar even met de sterke rode tape doen. We hebben weer een paar rollen aangeschaft, pas. En omdat mica is altijd wel iets wat lastiger om te plakken. En dan weet ik zeker dat het goed vast zit. Hij wil niet zoals ik wil. Maar hij moet. Zie je, dat is als je met de hand een frame gaat maken. En ik doe het altijd op het oog. En dan zie je dat hij aan deze kant net een paar millimeter smaller is dan aan de andere kant. Maar dan ga ik hem echt niet voor overnieuw stanzen. Want daar heb je dadelijk helemaal geen erg in. De focus wordt dadelijk op wat anders gelegd. En dan nog eens, het is handwerk. Ik ben geen machine. Nou, hier doe ik een paar kleine stukjes. En dan doe ik de rest wel gewoon met... lijm. Nee, ik kreeg er net even te horen dat het in Friesland was het aan het sneeuwen. Ik had een collega in Friesland zitten, studio light. En ik heb ook nog een vakantie vriendin, zeg maar, in Friesland wonen. Kennis meer. En die had het even op Facebook gezet dat het bij hem lekker aan het sneeuwen en aan het hagelen was. Jongens, wat ben ik blij dat ik in Zeeland woon. Hier schijnt de zon. En natuurlijk, het is koud. Het wordt af en toe grijs. Maar we moeten het toch gewoon niet hebben, hè? Ik hoef geen sneeuw meer, hoor. Echt niet. Ik moet wel zeggen, ik heb de kachel aan. En dat ben ik overdag ook niet echt gewend. Ik heb het normaal gesproken hier nooit zo gauw koud. Dat komt dat ik hier eigenlijk voor twee ramen zit. En als er al iets of wat zon is, zit ik midden in de zon. Dus hoe fijn kan je zitten. Maar ik ben net even naar de dijk geweest met de honden. En het was echt gewoon ijzig koud, hoor. Het was een vreselijke koude wind. Maar ja, daar kun je eigenlijk op kleden. Sjaal aan. Handen diep in de zakken. Want de honden lopen los. En dan moet natuurlijk wel opgelet dat ik mijn tekst goed ga plakken. Want dat zou natuurlijk wel van de gekke zijn als ik dat nou weer verkeerd heb. En nou snappen jullie misschien ook wel waarom ik dus nu ook het slagje kleiner. Dus de middelste. Dat ik hem daarmee uitgestanst heb. Dan past die precies. Wat ik nu natuurlijk wel heb. Dus ik moet toch nog een keer het frame. Want ik heb hier plakranden. En is dat lastig? Ja, dat is lastig. Gaan we het doen? Ja, we gaan het gewoon proberen. Want weet je, nou kon natuurlijk niet precies. Ik had ze eigenlijk gelijk achter elkaar moeten doen. En dat heb ik niet gedaan. En dat is gewoon een beetje dom. En dan ben ik net... Oh nee, dat ga ik niet zeggen. Oké. Nou, we gaan hem gewoon weer even proberen. Oh, wacht even. Misschien dat het wel lukt, want mijn afdruk staat nog een beetje hierin. Dus met een beetje mazzel
komt het toch wel goed. En dan hoef ik hem niet helemaal daar, want dat is ook onzin, want die vouw hoeft er niet bij. Dus als ik hem precies op dat naadje van de vouw stans, dan is het al goed. Deze is trouwens uit Create Happiness lijn. Interesse? Ja, er staat geen nummer meer op. Maar deze in ieder geval. We hebben maar één gele. Dit was een groot scrapvel. Want van die lijn heb ik wel ontzettend veel gebruikt. Dus er is gewoon bij mij in ieder geval heel veel van op. En nou gaan we dus proberen om hem... Ik denk dat ik hem zo moet hebben. En dan vermoed ik dat hij gewoon alles verbloemt. Nou, dan heb ik twee van die gele over. Ook dat vind ik niet erg. Het zou gewoon al vet zijn als hij dit verbloemt. En dan moet ik even kijken naar de andere kant. Want ik denk dat ik een heel klein friemeltje van de ondernaad af moet halen. Maar dat wordt echt wel een inimini stukje. Maar dat gaat er puur om omdat die vouw daar komt. Of komt die er niet bovenuit? Ik ben bang van wel. En aangezien dit toch het hele... Oh jee, hij zit al vastgeplakt. Dat was nog niet de bedoeling, jongen. En dat ga ik maar gewoon even met de hand knippen. En waarom? Omdat ik bang ben dat als ik ga snijden dat het gaat rafelen, dan ziet het er ook niet uit. Want ik moet maar een heel smal randje. En dit is ander papier dan dat ik normaal mee werk. Maar ik vond dit wel erg fris om te gebruiken. Nou, dan ga ik toch... ik ga hem... hoe moest hij nou? Zo, ja. Dus ik ga hem aan de mooie kant even beinkten. Of belijmen. Zien jullie mij weer gevaarlijk doen? Ik doe dat, betrap mezelf daarop. Dat ik dat zo vaak doe. En misschien doen jullie het ook wel. Gewoon boven over je project je spullen leggen. Waar je mee bezig bent. En dan met lijm gaan lopen werken. Of met inkt of wat dan ook. En dan het risico eigenlijk nemen. Dat het bovenop je werk terechtkomt. Stom, hè? Maar ik betrap me daar heel vaak op. Kijk, en nou denk ik dat hij... Dat dit gewoon goed is. Nou, daar zie je eigenlijk gewoon niks van. Hier misschien een heel klein randje. Maar dat is niet storend. Heb ik nog wat? Ik heb hier natuurlijk een strookje over. Ik moet ook maar een smal strookje hebben. Daar ga ik wel even mijn snijapparaat voor pakken. Want ik heb natuurlijk een stukje over. En het hoeft niet breed. Want dat is niet de bedoeling. Het moet niet... Ik ga even kijken of ik dit al te breed vind of niet. Nee, dat vind ik wel mooi. Dan moet ik alleen even weten. Meten is weten. Hoe breed hij is. Dat teken ik even af. En natuurlijk kan je dit ook opmeten. Maar ik vind dit net zo snel wel lekker. En dan ga ik werken nog verder met de bloemen van Art by Marlene. Van de nieuwe lijn. Ik wil er ook nog iets van washi tape op hebben.
maar jullie hebben wel in de gaten dat ik gewoon heel erg graag mix. Vind ik gewoon leuk. Nou, en ik vind de washi tape ook gewoon echt geweldig. In het begin had ik echt zoiets van, wat moet ik daar in vrede aan mee? Maar ik moet zeggen, de rolletjes dunnen aardig. Dus even kijken hoor, want ik vind het eigenlijk wel mooi dat daar de tekst helemaal staat. Anders pak ik twee letters van beide kanten. Dat is eigenlijk het mooiste. Maar dan moet ik even kijken hoe mijn bloemen vallen. En met zakjes. Want anders zie je dus helemaal niks van die tekst. En dat is eigenlijk zonde. Dus misschien dat ik een andere tekst moet pakken. Als ik beautiful. Daar valt eigenlijk weinig meer van op. Want ik weet zeker dat mijn takjes daar langs gaan. Dus die ga ik niet pakken. Ga ik dan create pakken. Ook wel leuk. En dat is natuurlijk een kortere tekst. En dat zou dan wel nog in beeld komen. Anders moet ik het echt gewoon zo dusdanig doen dat... Oh, wacht even. Als ik het nou een beetje zo doe. Create. Dat heeft 5 letters. Happy heeft er ook 5. Ik moet er gewoon niet zo kniezerig naar zijn. Ik moet zorgen dat dit zo komt. En anders niks. Oké. Even mijn rolletjes terug doen. En dit komt in het midden van dit. Ongeveer. En nou plak ik hem niet helemaal nog vast. Want ik ben nog even aan het twijfelen hoe ik het met die bloem op ga lossen. Ik denk dat ik de bloem... Ik denk nog helemaal niks. Ik... Nou, ik kan hem er zo achter proppen. En dan... Maar dat vind ik eigenlijk niet mooi. Kijk, hè, dan zijn het dezelfde bloemen en dan lijkt het net of de een groter is als de ander. Maar dat kan niet, want het zijn gewoon dezelfde stempels. Ik moet nog even een paar stippeltjes zetten op deze. Dan gebruik ik de Sharpie voor. Vind ik zo leuk om te doen ook, zomaar van die kleine stipjes. En dat haalt net het kleurtje, dan springt het er iets wat meer uit. Nou, en morgen gaan we naar de Art Specialty. Ik ben er nog nooit geweest. Ik weet totaal niet wat me te wachten staat. Ik ken al wel een aantal beurzen. Creado. Ons gekke kaartendagen. Ik ben in Breda geweest. In Gorinchem. Maar deze in Nijkerk ken ik dus niet. En ja, ik moet zeggen, ik ben heel, heel benieuwd. Ik weet niet wat me te wachten staat. Kijk, weet je wat ik nou zo jammer vind eigenlijk? Dat ik dat in het midden heb. En daar ben ik gewoon niet zo gelukkig mee. Ik had eigenlijk gedacht, maar dan had ik mijn
ik kan hem natuurlijk ook zo zetten. En dan doe ik er een hartje in. Van het een of het ander. En dan komt wel de tekst gewoon weer helemaal in beeld. Dat is in principe wel leuk. Moet ik even kijken hoor wat ik heb. Want ik heb natuurlijk alleen maar wit. Ah. En dat vind ik nou weer niet zo leuk. Ja, ik heb wel zwart. Ik kan er ook gewoon een... Ik heb wel zwart. Gaat dat? Dat is in principe ook wel leuk. Dit is wel leuk, hè? Ja, nou weet je, dat zie je dan wel eens bij die live-uitzendingen. Dan kunnen de mensen meedenken. Dat kan dus bij mij niet. Soms zou dat wel eens even handig zijn. Heb ik nog iets van Marleen van haar stempels bij de hand? Of wacht even hoor, misschien, heel misschien... Natuurlijk het die-cut boekje. Even kijken hoor. Met bloemen. En misschien zit daar wel iets in. Wat erbij past. Wat precies op het hartje past. Maar dan moet het qua kleur ook wel passen. Want anders dan doe ik het niet hoor. Dit vind ik niet mooi. Ik ga er geen gezicht bij doen. En ik ga er gewoon even wat uit... Het kan zomaar zijn dat ik het gewoon zo weer weg doe. Hè? Want dit is eigenlijk wel een leuk formaat bloempje. En dan zou ik hem eigenlijk meer tegen elkaar moeten doen. Maar... En dat vind ik op zich wel leuk. Het bloemetje vind ik op zich leuk. Maar de kleur eigenlijk niet. En anders moet ik... Nog even stempelen. Maar ja, even. Het is niet echt even. Ik moet kijken of ik iets uit kan knippen. Wat er wel bij past. Hier heb ik nog een rood roosje. En dat zou denk ik nog beter gaan. Dat vind ik wel leuk. Ja, ik zoek niet meer verder. Dus dat komt uit dit boekje, jongens. Dit vind ik leuk. Nou, opgelost. Want die steentjes vind ik er niet bij passen. En dan heb ik dadelijk nog wel iets nodig. Ik vind het handigste nu dat dit zo ligt. En ik ga de bloemen iets verhoogd doen. Met foam tape. Want... Dan kan ik de takken erachter krijgen. Anders heb ik geen plaats voor mijn takjes. En ik doe wel smalle stukjes. Zo. En bij hem ook. Dus dat zie je, dat is toch handig, hè, die die-cut blocks. Ik heb ze al aardig gebruikt, hoor. Ook in mijn journals. We hebben nu ook weer een hartstikke mooi nieuw journal gekregen van Studio Light. 16 bij 16 centimeter zijn die bladen. Dus die zijn net iets groter dan een normale kaart. Kijk, en voor de zekerheid doe ik er dan nog wel lijm op. Want ik vertrouw dat tape voor geen meter. Erg, hè? Die komt zo. En ik ging ze toch tegen elkaar doen. Ja, ik ging ze tegen elkaar doen. Dus ze moeten iets of wat zakken naar elkaar toe. Nou, en we hebben nieuwe waterverf. Maar dat heb ik van de week al een keer laten zien. Dus daar heb ik de stempels mee ingeschilderd. Gewoon lekker op het gemakje. En ik vind het dan weer wel leuk om daar gewoon een complete bloem van te maken. Dus ik doe deze er iets overheen. Dan is het net of het gewoon weer een hele bloem is. En dan komt deze, het hartje, in het midden. Kan ik dat puntje wel even voor de zekerheid een stukje korter knippen. En ook dat puntje gaan we even met verhoogd
Maar dan vallen toch nog mee dadelijk, hoor. Is hij toch nog sneller klaar dan ik dacht. Maar dat komt helemaal goed uit. Ik had nog iets in mijn gedachten om nog te gaan maken. Heb ik daar dan nog tijd voor waarschijnlijk. Even kijken. Zie je, en zo combineer je eigenlijk gewoon een stans met een stempel. Dat is toch wel leuk, hè? Dan gaan we even bloemen, takjes even tussen vrommelen. Dat is het mooie, want die kan ik er nou gewoon zo tussen kwijt. En als ik hem nou gelijk al vastgeplakt had, had dat dus niet meer gelukt. Dan ben ik in de regel een beetje van de symmetrie. Dan zal dat niet helemaal lukken. Want ik heb verschillende blaadjes gestanst. Daar gaat even een klein stukje af. Even een puntje eraf. En dat doen we dan bij deze ook alvast maar. Puntje eraf. En dan heb ik nog wat kleine blaadjes. Even zien hoor. Dan heb ik deze waarschijnlijk over. Niet. Heb ik maar 3 van die kleintjes. Zou zo maar kunnen hoor. Nou, dat is niet zo erg. Maar ik dacht dat ik er 4 had. Even kijken. Even de boel goed checken. Want ik zou er van balen als ik daar al klaar ben en ik vind nog weer een klein blaadje. Is het niet erg, want dan doe ik het gewoon met wat ik nu heb liggen. Ja. Er komt hier een kleintje. Ja, hier. En dan komt hier een kleintje. Even kijken. Gewoon even een heel stukje korter. Zeker weten, hè? Ja, dat is weer een heel ander takje. Maar ja, dat maakt niet uit. En die komt hier. En met die verf kan je zo makkelijk je stempels inkleuren. En de kleuren zijn ook ontzettend helder. Dat is wel heel fijn. Nou, dat was dat. Nou komt hij dus, even kijken, zo. Dus we gaan even tape. Even beginnetjes in te vinden. Ja, daar. Hier een strook en dan op de andere ook een strookje. Hier nog een strook. Nou, dan moet ik alleen aan de bovenkant nog iets verzinnen. Maar ook dat komt wel goed. Dan ben ik natuurlijk weer te snel, hè? Want nu moet ik wel opletten hoe ik hem nu ga plakken. Dat hij wel recht zit. En dit zijn voor mij, zoals jullie weten, uitdagingen. Maar
Die heeft een mens ook nodig. En hij zit gewoon, hè? Nou, en nou moest deze, die moest eigenlijk... Ik ga hem eerst even goed aandrukken. Dit gaat niet meer los. En dan denk ik dat ik hem naar binnen moet laten knikken. Om hem dus in een envelop te krijgen. En als hij dan moet staan, dan vouw je hem uit. Kijk, maar dan komt hij dus zo. En dan, hoppakee, als de mensen hem dan krijgen. Maar je moet hem toch op een of andere manier even in een envelopje zien te proppen. Nou, wat ik nou in gedachten had om te doen. Ik kan het met een strik doen, maar ik weet alleen niet of ik... Ik ga even mijn lijmpistool verhitten. Ik weet alleen niet of ik de goede gelige kleur heb. En een zwarte strik vind ik zo somber. Of ik plak hem gewoon aan elkaar. Nee, ik vind het leuker om daar met een strikje te werken. Dus ik moet even op zoek naar mijn strikkenspul. En de mensen hebben zoveel, hè. Maar het komt eraan. Ik heb hier heel veel geel. En ik heb eigenlijk het idee dat dit wel gewoon heel erg chic is erbij. Dus dat ga ik erbij houden. En hoe gaan we dat dan doen? Wat is dan wijsheid? Want ik kan hier natuurlijk twee gaatjes in maken. En dan... ik weet alleen niet of ik daar doorheen kom. Maar dat ga ik maar wel doen. Ja, dat zijn uitdagingen die je gewoon moet overwinnen. Oké. Het is echt wel een fleurig dingetje geworden. Ik maak hier wel even een tekeningetje. Weet ik niet, hij zit niet in de midden. En dat wordt een slordig zicht zo. Dus we gaan even meten. Dit is vandaar. Als ik nou even die lijn aanhoud. Ja, dat kan ik beter doen. 4,2, dus dat wordt 2,1. Dat is de midden. 2,1 is de midden. Dus als ik hem een halfje die kan doen. Een halfje deze kan doen. Deze even weg. Hè. En de middelste kan ook weg. Waar is mijn zandertje? Nou, dan doe ik hem eerst. Het achterste. Gaatje in de midden. Of het tekentje. En dan zitten we goed. Dan kan ik even nog beter niet wegrennen. En dan pak ik hem zo. En dan zorg ik dat hij wel even recht zit natuurlijk. Want dat is wel de bedoeling. Hop, kom. En dan kan ik, als het goed is, daar doorheen kijken. Dat is lastig doormaken. Dat Mika is echt al een stevig spulletje. Oké. Nu mijn lintje er nog door. Dat is natuurlijk ook heel dunnetjes. Even kijken of ik het op een foefje zo krijg.
Want ik heb hier geen naalden bij de hand. Ja, die heb ik wel, maar die zijn veel te dun. Dus dat gaat hem niet worden. Ah, hij is erdoor. En als ik mijn lintje nou eens mooi schuin afknip, dat ik een mooi puntje heb, dan steekt hij er ook wel wat handiger doorheen. Kijk, hebben ze. En dan moet ik even kijken, want ik ga hem gewoon eerst vastknopen en daaroverheen komt een strik. Want ik ben niet zo'n kei, ja, ik kan wel goed strikken leggen, maar niet de manier zodat alles netjes zit. Dus ik kan het beter in mijn hand strikken dan dat ik zo een strik maak. En dan moet ik even denken of dat ik hier dadelijk nog iets van een bloemetje of een dingetje op doe. Of dat ik het zo laat. Ik ben in ieder geval dit even uit beeld. En dan pak ik mijn lintje dubbel. Want dan heb ik een dubbele strik. Ga ik hem driedubbel doen. Dat zou ook nog zomaar kunnen. Dan heb ik een mooie volle strik. Even kijken hoor, dan is die wel erg lang. Maar goed, liever ietsje te lang als dat hij aan de korte kant wordt. En dan drie keer is scheepsrecht. Nou, dan is het projectje met, ik noem het eigenlijk nu maar mijn postzegelmal. Of mijn, nee, mijn puzzelmal. Postzegelmal. Postzegelmal hebben we trouwens ook, hè. Het is net een postzegeltje. Nee, mijn puzzelmal is dus nu bijna weer klaar. Ik heb er al behoorlijk wat dingen mee gemaakt. Ik heb er al een album mee gemaakt. Ik heb er een tasje mee gemaakt. Volgende week gaan jullie nog op het blog van Studio Light weer een ander soort van gaat niet verraden. Ik moet gewoon maar kijken volgende week. Dat is veel beter. Dat is niet leuk als ik dat nu al verraad. Goed, even verder strikken. Even strak. Dan moet ik ze even uit elkaar. Normaal doe ik dit allemaal op mijn schoot. Dus dit is nou niet zo heel handig zoals ik nu bezig ben. Maar goed. Hij komt er wel hoor. Dan frot je hem een beetje uit elkaar. En dan kom je er zelf achter van vind ik hem goed of vind ik hem niet goed. Ik vind hem nog aardig lang. Dus maak hem nog ietsje kleiner. Zo. En dat is dan wel weer het nadeel als je het met organza lint doet. Dat blijft niet zo lekker zitten als dat je het satijn lint. Dat is iets wat stugger. Dit is iets wat dunner. Dus dat blijft gewoon heen en weer gaan. Maar goed. En wat ik me ook bedenk, wat je natuurlijk ook nog zou kunnen doen, je kan hier gewoon nog wat in verstoppen. Je kan hier gewoon onderin nog een klein cadeautje of zo leggen. Ook dat kan nog. Maar dan zien ze het wel. Dat is altijd, hè, als ik er eentje strakker wil, dan pak ik altijd de verkeerde. Verkeerde lusje. Nou. Die gaan we gewoon netjes afknippen. Op diverse lengtes. Dat is het mooist. Oké, dat is het overschotje.
Nou, en die komt dus hier overheen gelijmd. Over de knoop, want dat is het mooiste. Dan is je knoop gelijk weg. Ik weet alleen niet, ik denk niet dat ik er nog iets op doe. Meestal doe ik hier bovenop nog wat. Maar ik vermoed dat ik hem nu zo laat. Want ik heb niet echt iets. Ik vind dit, dan wordt het bloemenbloem. Nee, dat moet je niet willen. En anders moet ik altijd iets verstoppen. Daarom gebruik ik er dan nog weer wat overheen. Want dan komt wel een stukje touw of weet ik iets. Er van onder of van boven. Maar dat heb ik nou niet. Ik heb hem nou netjes geplakt. Dus hij kan in een envelopje. Dan vouw je hem dubbel. Je hebt wel een grote envelop nodig hoor. En ja goed. Nou. Dit is dus het cadeautje, kaartje, dingetje. Nou, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om mee te kijken. En ik zou zeggen graag weer tot de volgende keer. Vind je hem leuk? Geef een duimpje omhoog. Ben je nog geen lid? Zou ik het leuk vinden dat je abonnee wordt op mijn kanaal. En dan wens ik jullie verder een fijn weekend en tot de volgende keer. Doei doeg!